Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, RGB, onderzoekt alle dubieuze gronduitgiften over het hele land. Gebleken is dat heel veel aanvragers van gronden in het bezit zijn van dezelfde bereidsverklaringen. Vooral in het district Kamoene kampt het ministerie met dit probleem. Dit zorgt voor heel veel frustraties bij de burgerij. Minister Roline Samsudien zegt hierover dat er dringend naar een oplossing wordt gezocht. Het is inderdaad zo dat wij te doen hebben met dubbele uitgiften en dat verkavelingsprojecten zijn geïnitieerd door derden. Maar wij kunnen nog niet achterhalen hoe dat allemaal in elkaar zit. Vandaar dat het een beetje lang duurt voordat we in Kamoene echt wel weer tot de uitreiking over zullen gaan. Mensen hebben volgens hun zeggen betaald voor stukken terreinen, voor kavels. Maar ze hebben nog steeds geen beschikking. Anderen lopen met een bereidsverklaring rond. Maar bij onderzoek blijkt dat delen van die gronden die zijn, waarvan de bereidsverklaringen zijn uitgegeven, reeds waren uitgegeven. Dus of andere behoren tot plantage-eigendommen of dergelijke. Dus we moeten een grondig onderzoek instellen, of we zijn al bezig ermee. Maar ik kan zo niet zeggen wie wel en wie niet in aanmerking komt, begrijpt u? Bij deze dubbele uitgiften zijn ook landmeters betrokken, zegt de minister verder. Er zijn soms voor één gebied zijn er 2 landmeterskaarten gemaakt. En iedereen heeft vanuit zijn invalshoek de kaart geprojecteerd. En nu zitten wij ermee om de problemen op te lossen. Het gaat dus heel erg lang duren voordat u een oplossing heeft? Niet erg lang, maar we moeten een grondig onderzoek instellen. Kijken wat wel en wat niet toegestaan kan worden. Aldus minister Roline Samsudien van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, RGB, over de dubbele gronduitgiften aan de burgerij.